lekker hoor. Ik heb gewoon zin om achter die drumkit te gaan zitten en gelijk de groove mee te spelen. Dit groeft als een malle. Ja. Deze aflevering van de Humble Heroes. Niet alleen onze bijzondere gast Adinda Meertens, maar ook een bijzondere mede-interviewer Koen Witteveen. Ontzettend fijn dat je er bent. We waren al lang op zoek naar je. Maar je hebt natuurlijk een hele tijd vertoefd in Colombia. En je bent voor mij pas 2 jaar terug. Klopt dat? Ja, nog niet eens. En hoe was dat, die periode? Kan je dat samenvatten? Of, de terugkomst of de... het verblijf in... Nou, het was geweldig. Ja, ik ging eigenlijk... mijn plan was eigenlijk om in New York te gaan wonen. Want ik heb ooit een studiebeurs gehad. En toen heb ik daar een paar maanden vertoefd, zoals jij net zei. En lessen genomen en zo. En toen dacht ik... ja, dat is wel. Dan moet ik daar wel al mijn spaargeld op inzetten. Yeah. En toen dacht ik, dan ga ik voordat ik echt daar vastzit en niks anders meer kan doen waarschijnlijk, dan ga ik nog even naar Colombia. En dat even, dat werd dus een jaartje of 5. Ja. Zo. En je hebt daar een aantal bands, zeg maar niet opgericht, maar je bent onderdeel geweest van een band die ook een aantal Grammy Awards hebben gewonnen. Yeah. Ik zag een Tiny Desk concert. Ja. Met een band. En ik heb het idee dat die muziekbeleving in Colombia ongelooflijk intens en immens is. Ja, dat klopt. Je bent er zelf geweest. Dus je hebt het waarschijnlijk ook gevoeld van het publiek. Het zit in die cultuur. Dat muziek is daar zo belangrijk. Het is niet alleen maar cultuur, maar het is onderdeel van het leven. Dus het is, mensen zijn verdrietig, er wordt muziek gedraaid. Ze zijn vrolijk, er wordt muziek gedraaid. Dus het is echt onderdeel van het leven daar. En hoe zit het nou? Want je hebt de hele wereld overgereisd met je muziek. Als je nu weer zo in Nederland bent. Wat is dan het grootste verschil tussen al die landen en nu weer in Nederland zijn? Muzikaal gezien. Ik ben met die Colombiaanse band ben ik onder andere ook in Europa geweest. En dan speelden we vooral in Duitsland, Polen, Oostenrijk, Spanje, Frankrijk. En... daar zijn mensen ook heel enthousiast. Dus ik denk niet per se dat het aan Europa ligt. Maar ik denk dat Nederlanders vooral intern heel erg genieten. ze zijn iets minder uitbundig en iets gereserveerder. Dus, en ik herken het ook van mezelf. Ik ga nooit echt vooraan staan bij een concert. Ik ga lekker bij de bar. En dan denk ik, goh, wat een te gekke muziek, denk ik dan. Maar het is niet dat ik dan daarmee mijn handen in de lucht... ga zwaaien, maar ik geniet er wel. Maar dat heeft misschien ook wat te maken met je rol als bassiste. Ik heb altijd het idee dat bassisten echt die rol op de achtergrond, het functionele, dat zijn niet de uitbundigste muzikant, of wel? Ja, dat klopt, inderdaad, ja. En waarom heb jij voor dat instrument gekozen? Nou, ik ben eigenlijk begonnen op de contrabas. Toen was ik 8 jaar, dus dan moest ik op zo'n klein basje. Ja, en ik vond het... Kinderen uit mijn klas die begonnen viool te spelen of piano of dwarsfluit. Toen dacht ik, ja, ik wil wel iets cools, weet je. En toen zag ik een orkest. En toen zag ik helemaal rechts voor, of achterin, zag ik dan die grote kisten, weet je. En toen dacht ik, dat wil ik ook. En nog even terug. Op een gegeven moment heb je de keuze gemaakt van je wou naar New York toe gaan. Ja. Waar kwam dat vandaan, dat je graag uit Nederland wou gaan? Ja, nou, het was niet... Ja, ik vond Nederland hartstikke leuk. En ik zat in leuke projecten. En de muzikanten zijn hier waanzinnig, weet je. En dat merk je al op het conservatorium. Hoeveel buitenlandse studenten hierheen komen om in Nederland te studeren. En het was meer een kwestie van als ik hier blijf, dan blijf ik hier altijd. Want het is hier heel comfortabel. Dus daarom ben ik eigenlijk weggegaan. Ik dacht, als ik het nu niet doe, dan doe ik het nooit. Dan speel ik over 10 jaar nog steeds in dezelfde groep als waar ik nu in speel. En dan verandert je leven en dan heb je opeens een baan en dan heb je een huis en een gezin. En dan ga je niet meer weg. Dus daarom had ik een beetje die drang toen ik jong was van... ik wil het nu allemaal doen en meemaken. En daarom ben ik er toen maar voor gegaan. Heeft dat al dat reizen dat ook bevestigd? Is het hier comfortabel als muzikus in Nederland? Nee, eigenlijk niet. Maar het was voor mij comfortabel op dat moment. Want ik zat in leuke projecten. In het begin was ik altijd de invaller. Dus zo begin je, denk ik. Dan ben je overal maar weer de invaller. En dan opeens komt er een nieuw project. En dan word jij echt voor dat project gevraagd. En dat gebeurde ook voordat ik wegging. Toen zat ik opeens in eigen projecten. Of werd ik gevraagd voor nieuwe projecten.
En dat was, toen dacht ik, ja, zo begint het dus. En dan blijf je hier 10 jaar spelen. En, want het is heel leuk. Dus ik denk dat het voor mij persoonlijk zo geldt. En ja, in het buitenland, ik heb er wel over nagedacht, hè, van wat is nou het verschil tussen Nederland en het buitenland. En ik vind dat er in Nederland gewoon heel, het niveau is heel hoog, vind ik, qua muzikanten en ja, dat vooral. Nou, in Colombia heb ik ook toch echt wel ongelooflijke muzici gezien. En de bands waar je mee hebt gezien op YouTube en zo, dat zijn wel gave bands ook. Ja, er zijn onwijs gave bands. Je hebt daar dus meer, je hebt daar meer bands, want het land is zo groot en die omgeving, dat je kan met één band kan je overleven. Je hebt dan eigenlijk geen tijd om ook nog met andere bands te spelen. En hier in Nederland moet je eigenlijk van alles wat doen om behalve dan als je in een klassiek orkest speelt, denk ik, dan is het niet per se nodig. Maar bestaat daar de sessiemuzikant dan ook? Bijvoorbeeld in Colombia heb je daar sessiemuzici die dan? Ja, je hebt ze wel. Ja, je hebt natuurlijk ook heel veel. Maar het komt iets minder voor. Mensen zijn toch wel meer van, jij bent van dat project, of jij bent van die band, of hier natuurlijk ook. Maar hier kom je iedereen overal tegen. En ook, ja, Nederland is vergeleken met andere landen zo klein. En de muzikanten zitten dan, de muzikantdichtheid is dus heel groot. Dus. Ja, en dan heb je daar succes. En voor mij ontmoet je daar de liefde van je leven. Ja. En dan besluiten jullie allebei toch om terug te gaan. Dat is ook een merkwaardige stap dan eigenlijk. Ja, na besluiten. Ja, het is grappig, want ik kende die persoon al uit Nederland. Maite Antelen. Ja, ik kende de trompetisten daar ook. Ja, en daar waren we ook gewoon gezellig, vriendinnen. En opeens na 5 jaar of zo waren we daar. Zij woonden daar al veel langer. Toen is er opeens iets ontstaan, inderdaad. En zij woonde daar al 10 jaar, dus zij had het eigenlijk gehad. En ze wilde ook een carrière switch maken. Dus zij had eigenlijk niet zoveel meer om voor te blijven in Colombia. Dus zij wilde terug en toen ik zat daar nog. Dus we hebben een jaartje heb ik van waar ik toen op tournee was, vooral in Noord-Amerika en Zuid-Amerika heen en weer gereisd. En na een jaar dacht ik, ja, nu is het tijd om ook maar die switch te maken. En dan kom je zo'n beetje in de slechts denkbare tijd met de corona in Nederland. Alles zit op slot. Ja, dat en dacht. En weet je toch een eigen project nog eigenlijk, stampen. Ja, eigenlijk was het de beste tijd. Want ik had niet met corona, had ik niet daar willen zitten in mijn eentje. En ook zonder werk, want daar is natuurlijk ook corona. En nu hadden we wel tijd voor andere plannen. En je bent een eigen band begonnen, daar heb je net mee gespeeld. Ja. Misschien kun je even vertellen welke muzici dat zijn die je hebt gekozen. Ja, dat idee kwam dus wel direct nadat ik terug was gekomen. En ik heb Ed Verhoef op gitaar gekozen. Ilja Rijngaard op trombone en Ferdinand van Duren op drums. En iedereen zei meteen ja. Want je hebt natuurlijk wel de crème de la crème ook, hè? Met Ilja en Ed. Ja, ze vonden het allemaal een leuk idee. En volgens mij hadden ze ook zin in iets nieuws of iets fris, denk ik. En heb je nagedacht over het concept? Ik wil goede muziek maken, maar dan wel een beetje lekker. Het hoeft niet te ingewikkeld. Tenminste, wel goed, een beetje dansbaar, goed in het gehoor liggen. Dat mensen die niet onwijs op heaviness kicken of zo, dat die ook gewoon een leuke avond kunnen hebben. En ook door al dat getour met die band, Colombiaanse band waar ik in zat, heb ik zoveel bands gezien die heel leuk zijn. Maar als er dan solo's worden gespeeld, dan is het soms weer een beetje. Je ziet toch die diepgang eigenlijk in de muziek ook. Ja. En waar ligt die muziek aan? Want ik ging ook wat dingen van jou opzoeken en zo. En als ik jou zie bassen, werkelijk alles kwam voorbij. Er was één heel tof filmpje waar je op een ukulele bas aan het spelen bent. En moeiteloos ga je van soul naar hip-hop-achtige vibes, naar Latin. Wat is nou echt jouw, wat is Adinda muzikaal? Wat hoor je dan? Ja, het is lastig. Ik ben zeg maar als klassiek contrabassiste met 8 jaar ben ik begonnen. Dat was gewoon, ik kreeg gewoon klassiek les. En toen ook via die weg. Ja, alles strijken eigenlijk. En op de muziekschool waar ik begon, daar was een salsa-bandje voor kinderen. Dus daar ben ik in gaan spelen. Omdat, er zijn sowieso weinig bassisten, laat staan. Hoe oud was je toen ongeveer? Ja, en, volgens mij was ik toen, ik speelde een jaar en was ik 9 jaar. Ja, en thuis draaiden mijn ouders al heel veel salsa en Caribische, tropische muziek.
En dus het was voor mij wel... Het voelde wel natuurlijk aan of zo. Dus ik denk in hart en nieren is mijn basis... is denk ik wel echt salsa. Zeg maar, bij andere muzieksoorten... dan moet ik me erin verdiepen en dan... veel luisteren en dingen nadoen of zo. Van hoe doen anderen dat? Of ja, die echt in verdiepen. En dan kom je bij dat instrument uit. Hè? Het wordt altijd eigenlijk geassocieerd, ja. De baby bass met toch met Latin music. Ja. Hoe komt dat nou? Want je ziet het eigenlijk daarna, buiten die wereld, zie je het eigenlijk heel weinig. Nee, het klinkt eigenlijk helemaal niet goed in andere muziekstijlen. Soms wel. Waar ligt het dan? Nou, eigenlijk Ampeg is begonnen die bassen te bouwen. Omdat voor inderdaad contrabassisten... dat ze dan op een klein, een soort cello-formaat bas konden spelen. Maar het was helemaal niet populair. Omdat de aanslag is gewoon niet zoals op een contrabas. Contrabassen die zingen wat meer rond en een beetje wolliger en zachter. En dit heeft een onwijze punch. En dat is nou net wat heel erg lekker is in de salsa. Dus pas toen die bas al lang bestond, na een paar jaar... toen is hij pas in de salsa-muziek terechtgekomen en daar gebleven. Kunnen we even wat horen? Ja. Deze bas. En heb ik ook nog een vraag. Als je dat nou verder dan komt bij een stuk aan... en is het dan zo dat jij automatisch die akkoorden ziet en zelf de baslijn bepaalt? Of dat is misschien wel leuk voor de kijker hoe dat in zijn werk gaat? Of gaat hij de baslijn bepalen in dit stuk? Ja, in dit stuk stond het al vast. Okay. Want hij heeft het al een keer opgenomen met een bandje wat hij vroeger had. Volgens mij in de jaren 80 is hij daarmee begonnen. En, maar normaal gesproken dan... bijvoorbeeld in die Colombiaanse band. Dat is mijn laatste 6 jaar geweest. Daar zijn het gewoon akkoorden inderdaad. En dan moet ik er wat van maken. Ja. En kunnen we hem even horen? Ja. Ja, misschien leuk om te vertellen. Want je speelt over... We hadden het er net over. Een gitaar-amp speel je eigenlijk over. Een Fox. Ja. Maar we zaten te luisteren. En het was al enorm warm qua sound. Ja. Jij vertelde, dit is de eerste keer dat je over zo'n amp speelt. Hoe ziet je setup er normaal uit? Eigenlijk best wel kaal. Ik ben er steeds meer dingen gaan toevoegen. Maar eigenlijk als ik gewoon alleen met deze kom... En er staat ik ben wel fan van Ampeg-versterkers, basversterkers. Dus als er een Ampeg staat, dan ben ik blij en dan heb ik niet zoveel meer nodig. En deze is van metaal, toch? Dit is gewoon een soort metalen. Dit is fiberglas. Of fiberglas. Ja. Ik ben naar zo'n soort fabriek, want deze worden vooral in Ampeg maakt ze niet meer. Dus ze worden vooral... Oh nee? Nee, in Colombia worden ze gemaakt. Oh ja? Maar dan... Ja, in fabriekjes, maar het is gewoon een achtertuin met zo'n golvende overkapping. Ja, en dan heb je overal een tafel met allemaal een berg kabels en magneten en dingen. Want ze maken dan ook de elementen zelf, alles maken ze zelf. En ja, je ziet hier ook wel aan dat ik heb er zoveel mee gereisd en opgespeeld dat hij aan het slijten is. Maar hij is dan heel licht als het van fiberglass is gemaakt? Tegenwoordig zijn ze wat lichter. Deze is best wel... Okay. Volgens mij hebben ze... Amazon, maar je kan het ook zo meenemen. Gebruikt ook zo. Dus ja. Er zit een hele diepe sound in. We kunnen hem even horen. Ja, die ik net speelde. Ja man, ik zou dit de hele dag of zo gewoon als soundtrack in mijn leven of zo. Gewoon loopt als opnemen. Nee, ja, ik neem hem even voor je op. Hey, je baslijnen opnemen en verkopen. Op vinyl. Het is lekker dat je meteen zoiets neer kan zetten. En dat is eigenlijk meteen ook een vraag. Want die groove, hè, hoe oefen je dat? Of ben je bezig om baslijnen te verzinnen? Of ben je met technische oefeningen bezig? Ja, eigenlijk als ik studeer ik meestal repertoire. Studeerde ik eigenlijk in. Of ik ben zo gewend om klassieke stukken in te studeren. En dat is een hele ander soort studie. Ja. Of het is meer een soort instrumentbeheersing dan... Dan jazz is bijvoorbeeld zo in je hoofd eigenlijk. En dit wat ik net speelde was eigenlijk een baslijn van... Of eigenlijk, het is een baslijn van Cachao. Kennen jullie Cachao? Een Cubaanse bassist. Die is denk ik iets van 90 geworden. En die heeft Mambo uitgevonden. Dus, en dit is een van zijn beroemdste baslijnen. En die klinkt altijd...
Het doet altijd goed. Altijd, ja. Ja, je moet hem wel lekker kunnen spelen. Dus daar ben je dan mee bezig. Je zoekt die baslijnen bewust uit. Ja. Ja, ik ben wel benieuwd naar... Kun je nog iets vertellen over die rol als bassiste in een band, zeg maar? Want ik vind het heel fascinerend. Rolf, die zei het al, van een bas komt... is een soort van de hele backbone van die band die dat draagt. Hoe heeft dat bij jou uitgepakt? Hoe zie jij die rol als bassist of bassiste? Nou, bijvoorbeeld bij Latin, vooral op zo'n bas, omdat die punch zo heftig is. Dan als er bijvoorbeeld een Latin bandje speelt en jij bent nog bezig met uitpakken of zo weet ik veel. En je zet een bas in, dan hoor je wel iedereen gelijk zo... ze voelen hem binnenkomen of zo. Dat is wel lekker. Het is wel lekker dat je zeg maar als bassist die macht hebt om... harmonisch ook, weet je, dat je de hele bovenlaag kan veranderen van een solist. Ritmisch ook. En heb je nou het idee dat je met Ed Verhoef en Ilja, dat je, die kan je wel uitdagen, toch? Met andere dingen. Ja, zeker. Ja. Gebeurt dat ook in de suite? Ja, die gaan gelijk een of Ilja ook. Ed bedoel ik, ja, zeker. Gaat er een album komen van het nieuwe kwartet? Nou, ik heb erover na zitten denken, want is het nog wel de tijdperk van de albums? En toen dacht ik, wie koopt er nou nog een cd? Want ja, ik heb toevallig nog een cd-speler, maar heel veel mensen die kunnen er niks meer mee. Dus als... Een soort dure promo, hè? Ja. Maar is het, als je alleen virtueel iets uitbrengt, is het ook weer, dan mis je eigenlijk de concrete ding van een vinyl of zo, ja, om naar te kijken. Ja, precies, want ik dacht van, dan is het meer voor verzamelaars, dan kan je misschien beter met een vinyl komen. Dan heb je helemaal een mooi product. En dan ik heb denk je wel ook dat we kunnen zeggen dat we hopen dat je toch met het kwartet even gaat opnemen. Ja. Dat we jou kunnen horen op de bas. En dat hij dan op vinyl en digitaal uitkomt. Ja, dat is het plan. Ja. Laten we het doen. Hey, superleuk dat je hier was en blij om je zo te horen op die bas. Dus ga vooral verder zo. Nou, ja? Super. Jullie ook bedankt. Het was een eer om hier te zijn. Zeker.